afgelopen periode is echt ontzettend druk geweest voor ons allemaal. En ook zeker voor mij. En het is toch gelukt om vitaal te blijven. Omdat de hele COVID-periode ook energie heeft gegeven. En dat is ook bijzonder om te zeggen. Maar we werkten allemaal op adrenaline. We hadden één doel en dat was onze patiënten goed op een goede manier, op een veilige manier kunnen opvangen. En daarvoor hadden we een enorm teamgevoel met elkaar. Dus we leefden op een soort adrenalinegolf. En ik moet ook zeggen, het gaf me energie omdat die samenwerking ontzettend mooi is om te hebben met elkaar. Een hele waardevolle ervaring. Ik blijf vitaal gezond door op tijd genoeg te slapen. En dat voel ik eigenlijk ook. Ik voel dat ik vermoeid ben en dan ga ik toch een uur eerder naar bed. En ik probeer in de weekenden echt iets anders te doen. Om mijn gedachten echt naar iets anders te krijgen. En dan helpt het mij om de natuur in te gaan. Het lukte mij de afgelopen tijd goed om de balans te bewaren. Dankzij de wijsheid van mijn moeder. De drie R'en. Iedereen kent ze wel. Rust, reinheid en regelmaat. Ik heb een heel fijn thuis gehad. In de zin dat hij heeft echt voor mij gezorgd. Dus mijn man heeft alles gedaan. Waardoor ik echt me kon focussen hier op het ziekenhuis. Ik denk dat het belangrijk is voor andere leidinggevenden om mee te geven is, eigenlijk doe het zelf. Zorg dat je goed uitgerust, maar pak vooral eigenlijk je momenten om andere dingen te doen. Dus laat het even los. En dat is denk ik wel voor iedereen verschillend. Maar er zijn meer belangrijke dingen dan de COVID en het Erasmus. Als tip aan andere leidinggevenden zou ik willen meegeven dat het goed is om je te realiseren dat het soms moeilijk is om alle ballen in de lucht te houden en om dat ook maar te accepteren. Op zo'n moment is het goed om te durven kiezen en daar ook met je omgeving over te communiceren. Zodat hen ook duidelijk is hoe jij je keuzes maakt. En roep ook om hulp. Heel veel leidinggevenden willen het zelf doen. Zeg gewoon, dit is heel veel, wie kan mij helpen? Dus zet je hulpbronnen in, zeg maar. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. We hebben heel hard gewerkt met elkaar de afgelopen periode. En nu moeten we ook de tijd nemen om af en toe even te herstellen. En dat kan bijvoorbeeld door een vakantie die je toch had gepland gewoon op te nemen als dat lukt. Of in ieder geval momenten te zoeken om je hobby op te pakken en ontspanning te zoeken buiten het Erasmus MC. We hebben je hier in het Erasmus MC namelijk nog heel hard nodig de komende periode. De afgelopen maanden hebben we als medewerkers in de zorg behoorlijk onder druk gestaan. En al lijkt de crisis nu wat beter beheersbaar, die druk is daarmee nog niet voorbij. In het Erasmus MC zien we dat we de COVID-zorg aan het afschalen zijn, terwijl de reguliere zorg juist weer moet worden opgeschaald. Tegelijkertijd zien we dat veel medewerkers die tot nu toe thuis hebben gewerkt, weer naar het Erasmus MC komen en dat we voor de taak staan om met elkaar het nieuwe normaal in te richten. Uit het programma Hart voor het Erasmus MC besteden we vandaag in het drieluik voor leidinggevende aandacht aan zorg voor jezelf. En ik bespreek dat topic met Tessa Kouwenhoven, bedrijfsarts en gepromoveerd op preventieve gezondheidsinterventies in het werk. Tessa, je zou zeggen, leidinggevenden hebben nu heel veel aan hun hoofd. Waarom moeten we toch aandacht besteden aan zorg voor de leidinggevende zelf? Zorg voor jezelf is uitermate belangrijk en dat is altijd al zo. En zeker nu. En de leidinggevenden zijn de backbone van onze organisatie. Dus als het met hen niet goed gaat, hoe kunnen ze dan voor de ander zorgen? En wat we vaak zien is dat daar vaak als eerste misgaat op het moment dat we onder druk komen te staan. En zeker ook in de zorg, waar mensen vanuit passie ontzettend hard werken, hebben we nog wel eens de neiging om de grenzen over te gaan. En de leidinggevende zal dat ongetwijfeld ook weer herkennen. Regelen, 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 snel, snel, snel. En pas rust nemen op het moment dat het echt kan vanuit de organisatie. En het idee daarbij is dat we hard werken, veel produceren. En hard werken op zich is het probleem niet. Hard werken kost energie, maar hard werken geeft ook energie. En de afgelopen periode, wat we hebben gezien, is dat heel veel mensen op ontzettend veel adrenaline zijn doorgegaan. Dat heeft ons ook in staat gesteld om topprestaties te leveren. Maar het nadeel daarvan is ook dat we dan onze eigen grenzen niet meer voelen. En eigenlijk ook onze herstelbehoeften negeren. En juist die energie en die flexibiliteit is ontzettend hard nodig om topprestaties te blijven leveren en sterk te blijven staan en creatief te blijven.
Om een voorbeeld van de topsport naar voren te halen. In de topsport, wat je ziet, is dat mensen ook ontzettend hard aan het trainen zijn, maar tegelijkertijd heel veel aandacht besteden ook aan ontspanning. In de zorg zijn we op dit moment ook bezig met een vorm van topsport. Dus ook voor ons is het extreem belangrijk om juist goed te herstellen en te ontspannen daarin. Wat we zien in deze COVID-periode is dat het extra uitdagend is, omdat we op alle dimensies, zoals we dat noemen, alle dimensies van de diamant van positieve gezondheid uitgedaagd worden. En de dimensies die we onderscheiden is fysiek fit, mentaal fit, sociaal fit, werkfit en zingeving. En wat je bijvoorbeeld ziet bij mensen, bij iedereen in de afgelopen periode, is bijvoorbeeld bij fysiek fit dat we misschien minder zijn gaan bewegen of meer alcohol zijn gaan gebruiken, of dat het slaap minder gaat. Bij mentaal fit, sommige mensen werden angstig of onzeker of barsten juist van de energie. Bij sociaal fit, onze sociale verhoudingen werden natuurlijk anders. Soms ook kwetsbaarheden in je gezin of zelfs het verlies van anderen, van naasten. En ook in je werk. Alles was voor iedereen anders. Of je nou in de zorg werkte, COVID-zorg of de niet-COVID-zorg, of dat je in één keer werd gedwongen om thuis te werken. Dus juist doordat in alle dimensies van die diamant onze energie werd uitgedaagd en onze veerkracht werd uitgedaagd, was het een extra uitdaging voor ons allemaal om vitaal te blijven en krachtig in het werk. En zijn er dan voor leidinggevenden nog specifieke punten waar zij op moeten letten? Willen ze die rol van leidinggevende goed kunnen vervullen? Weet je, leidinggevenden zijn ook gewoon mensen in een hele uitzonderlijke tijd. Ook zij hebben een extra uitdaging om energiek in balans te blijven op alle domeinen van deze diamant van positieve gezondheid. Ook zij zullen mentaal belast worden en misschien angsten hebben of juist enorme dankbaarheid. Ook zij hebben een thuisfront wat extra aandacht nodig heeft. Ook zij worden in het werk in één keer uitgedaagd, alle processen zijn veranderd. De collega's zitten in één keer op andere afdelingen of thuis. Dus het is een extra uitdaging op dat moment voor die leidinggevende om zowel energiek te blijven als zijn rol als krachtig leider neer te zetten. De verantwoordelijke rol, de voorbeeldrol en ook de rol tot verbinden. En het is mogelijk. Het is mogelijk op het moment dat jij als leidinggevende ook er echt voor kiest om eerst te zorgen voor jezelf, want dan kan je er ook staan voor de mensen voor wie jij belangrijk bent. En als je nou terugkijkt naar de afgelopen 2-3 maanden, wat is dan jouw waarneming van het functioneren van de leidinggevende in het Erasmus MC? Zie jij typische gevolgen van de crisis en de druk? Wat we onder andere hebben gezien is ontzettend veel adrenaline. Veel power, drive, kracht. Wat we ook hebben gezien is dat leidinggeven vanuit het hart heel goed werkt en heel erg werd gewaardeerd. Dus waar het lukte om vanuit je eigen authentieke zelf op de werkvloer te zijn, je kwetsbaarheden ook te tonen en ook te laten zien waar jouw worstelingen zaten, in combinatie met het bieden van structuur en veiligheid en zichtbaarheid, dat werd erg gewaardeerd. En aan de andere kant, wat we ook zagen, was sprinters. En dat baart dan wel zorgen, want waar wij mee bezig zijn is een marathon. En een marathon sprintend afleggen, dat gaat niet goed. Die parallel met topsport weer, daar zouden ze dan zeggen, dan heb je de neiging om overtraind te raken. In de zorg zou dat dan eerder neigen naar overspanning of burn-out. En dat zijn echt dingen die wij met z'n allen willen voorkomen. Wat we ook zagen is dat het soms moeilijk is om niet aan te staan, dus niet uit te gaan. Leidinggevenden die de hele tijd aanstonden, misschien nog wel staan ook. He, doordat de zorg gaat 24/7 door, er gebeurt zoveel en zo snel. Dus je bent continu aan. En daarbij komt natuurlijk ook dat er ook
Niet alleen in Erasmus werd gewerkt, maar ook vanuit de thuissituatie. Dus ook dat ging allemaal door elkaar lopen. Dus dat zijn ook wel dingen die we echt zagen gebeuren. Ja. Heb je ook praktische tips voor leidinggevenden om te gaan met die druk? Ja, het is heel goed mogelijk om je leiderschap nu en straks gezond en vitaal door te zetten als je met een drietal dingen echt wel rekening mee houdt. Het eerste zou ik zeggen is, maak zorgen voor jezelf topprioriteit. Een enorme inspanning vraagt echt ook goede periodes van ontspanning. Bedenk wat jij je medewerkers adviseert, doe je dat zelf ook? Wat werkt voor jou? Wat werkt nou echt voor jou om te ontspannen? Dus dat zijn echt, is de eerste. De tweede die ik zou willen zeggen is, sta ook af en toe even stil. Ga ook even uit en vind die rust. Dat wil zeggen overdag. Ga niet de hele tijd door en bouw je verwerking van de dag, je herstel op totdat je naar bed gaat. Want dat zijn de momenten dat je in bed ligt te malen en dat je hoofd ook niet uitgaat en heel slecht gaat slapen. Maar bouw overdag ook je rustmomentjes in, waardoor je kan verwerken. En ga ook af en toe gewoon even uit. Neem af en toe ook even afstand van je werk. En tot slot zou ik willen zeggen, doe het niet alleen. Zoek binnen je privé en binnen je werk ook mensen met wie je dingen kan delen. Bij wie je af en toe even kan ontladen, bij wie je kan opladen. En binnen je werk, we noemen het ook wel intervisie, hè, dat je bij andere leidinggevenden toetst, hoe ben jij bezig, hoe ben ik bezig. Hartstikke goed. Beperk dat niet tot het bespreken van alleen maar de processen en de praktische dingen. Maar kijk ook bij elkaar, hou elkaar in de gaten. Hoe gaat het met jou? Deel je successen, maar deel ook de moeilijkheden die iedereen echt wel tegenkomt op enig moment. Dankjewel. Dus aandacht voor zelf vitaal blijven is echt een topprioriteit voor leidinggevenden. Alleen dan kun je een sterke en authentieke leider zijn. Kun je zorgen dat je zelf gezond blijft en kun je zorgen dat de mensen in je team en ook in je thuissituatie ook gezond blijven.